zetten. Ja. De sluitende spelers. En ja, ik vind dat we daarin, nou, dat moet iedereen, die moet gewoon eisen zijn. Hè, dus moet het, dan is het gedrag niet zo goed. Het team is heel hecht. We hebben allemaal onze eigen kwaliteiten. Ja? En als, daar kunnen we allemaal van leren. En we zijn gewoon, de sfeer is heel goed bij ons. En ja, we hebben het gewoon altijd, we hebben altijd plezier samen. Ik ben Sino Kloos, ik ben 11 jaar oud en ben keeper bij Ajax 112. Ik ben Zeke Gonumedrinaal. Ik ben 11 jaar oud. Ik speel rechtsachter bij Ajax 112. En sinds halverwege onder 9 ben ik aangenomen. Ja, serieus? Echt waar? Is dit echt? Ja, zeiden ze ja en ik was helemaal blij. Ik kwam gewoon één dag terug van trainen bij Zwift. Daarna kwam mijn moeder naar me. In onder 8 dat ik gescout door Ajax werd. Maar dan dacht ze dat ik nog te jong was om naar Ajax te gaan. Want ze dacht dat ik dan heel verwend zou dachten. Ze wachtte nog 1 jaar. Ik vond het gewoon goed, want mijn moeder weet sowieso beter dan mij wat goed voor me is. Ik was er al volgens mij een paar weken. En toen zat ik in de kleedkamer en toen kwam mijn trainer hem brengen. Alleen toen kon hij nog geen Nederlands. Ik kwam van Frankrijk toen ik 4. Ik kwam daar en dan moest de trainer alles naar me zeggen in het Engels en zo. Ja, ik vond het best wel moeilijk, maar ze gingen wel nog steeds lief tegen me doen en zo. Het was gewoon een goede sfeer. Het is een heel divers team. We hebben jongens in het eerste kwartaal geboren, jongens die in het laatste kwartaal zijn geboren. Dus je ziet dat deze groep wel fysieke verschillen hebben. Ze willen zich presenteren als een samenhorig geheel. Ze vinden het heel belangrijk dat er een hele veilige sfeer is in de kleedkamer, zodat iedereen zich op zijn gemak voelt. Mijn naam is Rick Verhagen, ik ben 32 jaar oud en voor het 7e jaar actief als hoofdtrainer in de Ajax jeugdopleiding. Ik heb 5 jaar Ajax onder 9 gedaan en dit is mijn 2e seizoen bij Ajax onder 12. Zorg dat je even allemaal een bal hebt. Doe je even voetenwerk hoog houden. Nou, we hebben natuurlijk een groep van 29 spelers. Ja, 29 spelers. Ja. En daarvan hebben we 5 aanvoerders gekozen. Elk speler coachen wij op maat. Dus wij kijken, oké, een speler zit, die is net nieuw bij de club. Die zit anders in zijn individuele proces als een speler die al wat langer bij de club zit. Er gaan er 20 spelers gaan er altijd mee naar de wedstrijd. En 9 spelers die gaan straatvoetballen. Dat is zo mooi aan Ajax. We hebben binnen Ajax ook een straatvoetbalprogramma en ook een zaalprogramma. En om de week zijn er weer andere spelers die daar mee gaan doen. Dus zo heeft iedereen elk weekend een op maat gemaakt programma. Ik vind mezelf een leuke jongen, lieve jongen. Gewoon goed om meegaan met mijn vrienden. Gewoon leuk om te hebben in het team. Eigenlijk mijn eigenschappen zijn heel veel. Ik ben heel erg sociaal, behulpzaam en rustig. Laatst was een mooi voorbeeld. Een speler zat wat minder in zijn vel. Sino was aanvoerder en hij geeft de band van hem geeft hij dan aan die speler. Ja, dat zijn kleine dingen. Ja, dat dan je hart vindt. Ja, dat is gewoon mooi om mee te maken. Ja, dat raakt je als trainer. Want dat wil je eigenlijk zien, dat ze zo met elkaar omgaan. Ja, ik ben een voetballer die gewoon rustig aan de bal is. Geen stress. Als actie moet, actie. Maar ik ga niet altijd ego. Nee, gewoon als het moet overspelen, overspelen. Als ik moet schieten, gewoon schieten. Ik ben vooral een hele erg meevoetballende keeper. Een keeper die rust aan de bal heeft, ook geen stress. En ja, gewoon een keeper die heel veel meevoetbalt altijd. Safi gaat daar naartoe en jullie twee gaan daar naartoe. Jullie trekken trainer Rick is gewoon heel leuk, heel lief. Altijd grapjes maken ook. Echt ook een goede trainer. Kan ons heel naar een heel hoog niveau brengen. En dat, ja, hij is gewoon een heel lieve trainer. Hij maakt grapjes, maar wanneer je ook streng moet zijn, wanneer we zijn aan het kloten, zo, is die ja, gewoon streng. En daar leren we ook van. Dat ook gaan doen. Ja, we zijn gewoon een heel goed team en we kunnen heel goed voetballen. We kunnen gewoon heel goed voetballen en dan gewoon het publiek van maken met onze stijls en zo. Gewoon hoe we spelen, dat is gewoon heel goed volgens ons. En rust.